Gepresenteerd door de voedseltechnoloog Ricky Stoetgaard, Master of Science. Zondagmiddag 5 uur, gezondheid, uw keuze op FM Gold. Luisteraars, van harte goedemiddag en hartelijk welkom. We zijn er helemaal klaar voor op deze bijzonder mooie zondagmiddag. En zoals ik het al zei, vanmiddag zijn we dus weer op volle kracht te horen op 101.3 FM Stereo. En we hebben weer hoog bezoek, want vanuit Studio 2 vindt zometeen plaats de live presentatie van het zondagmiddag radio actualiteitenprogramma Gezondheid uw keuze. Hier is vanuit Studio 2 het bloed uit Coronie, Ricky Winston Stuttgart. Ja, dames en heren, ook van mijn kant een goede dag. Vandaag hebben we een heel interessant onderwerp. We hebben over een COVID-pandemie, maar we gaan een andere invalshoek gebruiken vandaag. We gaan dus eigenlijk zo'n beetje met een gedragstherapeut praten. Straks gaat hij zichzelf voorstellen. Ik ga je niet langer in de spanning houden. Ik ga mijn gast vragen om zichzelf voor te stellen. Ja, goedemiddag, luisteraars. Ik ben uitgenodigd door meneer Ricky Stuttgart, voedseltechnoloog, om hier in de studio in FM Gold aanwezig te zijn om dus deel te nemen in een gesprek of in zijn programma Gezondheid uw keuze. Mijn naam is Oscar Vellam. En Oscar Vellam is een Afrikaanse naam, geboren uit de Nutessiele, de patriarch Marius Christian Vellam en de markante zielenpersoonlijkheid Bernadette Adolfina Velder. Het gezinsleven dat mijn vader en moeder hebben gesticht, daarin zijn 6 kinderen overgebleven, namelijk 3 jongens en 3 meisjes. Ik heb dus wat dat betreft al dus kort verteld wie ik ben en het gezin waar ik ben geboren, waar ik uit kom. En als gevolg daarvan heb ik dus aangegeven de structuur van het gezin dat gesticht is geworden door Marius Vellam en Bernadette Velder. Wat is je schoolopleiding geweest? Oké. Ik ben eerst en vooral werktuigbouwkundige. En ik heb daarna sociale wetenschappen gestudeerd. En dat houdt in werken naar duurzame groepsverbetering van individuen, gezinnen, organisaties, kleine en grote gemeenschapsverbanden om die te verbeteren. Namelijk volgens een maatwerk, volgens een genoemd object. Hè? Ja. Dus er wordt daarbij dus wat een gap-analysis gemaakt van dus die verschillende human systems. En op grond van die uitkomsten worden er de therapeutische instrumenten ingezet om de duurzame verbetering op gang te brengen, maar ook om de mensen te helpen een stukje zelfwerkzaamheid op gang te kunnen brengen, zodat die trend van verbetering steeds wordt ingezet. Oké, maar waar ben je in een lagere school geweest, in de MILO geweest, welke scholen waren dat? Vervolgens de middelbare technische school, de universiteit, en daarna, dat is het geweest. En dan ik ben dus ook bezig geweest in verschillende hoedanigheden, in verschillende branches. En ik heb dus ook een van mijn opleidingen in onderdelen was onderwijskunde, ja, en pedagogie. Dus vandaar dat ik ook op die scholen, de pedagogische instituten, ook college heb verzorgd en training heb verzorgd. Oké, maar je maakte die opmerking van dat je, wat was ben je eerst geworden? Iets met de technische richting? Ik ben dus eerst en vooral werktuigbouwkundige. Oké, en hoe kom je ineens die overstap van werkbouwkunde naar gedragstherapeut? Hoe is dat allemaal toegegaan? Oké, dat is interessant. Ik vertelde dus dat ik dus was werkzaam in verschillende bedrijven als werktuigbouwkundige. Ik ontwerpte verschillende dingen. Ik heb heel wat dingen ontworpen. Machines en instrumenten ontworpen, vooral ook landbouwkundige dingetjes en andere irrigatiesystemen heb ik dus ontworpen. En ik werkte onder meer voor dus Dorson Constructie en ook voor Sumava. Heden ten dagen is Sumava niet meer, maar ik was daar bedrijfsleider en ook dus de ontwikkelaar. Nou,
Maar als ik dus in het bedrijf stap, zie ik dus dat de human system een ander ding is dan wat ik eigenlijk dacht van een mens te kunnen maken. Dus een mens is niet gewoon een verlengstuk van de machine, maar de mens is gewoon een creatief instituut. En op grond daarvan heb ik gezegd, oké, ik ga me verder bekwamen in de gedragswetenschappen. Op grond daarvan heb ik me dus bekwaamd binnen die materie. En vandaag sta ik op grote als zijnde, dus de gedragstherapeut. Waarbij ik voornamelijk me richt op verbetering, of duurzame verbetering van het gedrag van mensen. Ja, duurzaam, omdat het is belangrijk, omdat er zijn trendsontwikkelingen. En die trendsontwikkeling moet je kunnen volgen. En zodra je die trendsontwikkeling volgt en je kunt die verbetering steeds brengen, dat betekent dat je bij de tijd blijft. Ja, dus die duurzame verandering is niet een statisch ding, maar het is een dynamisch proces. Ja. Dus van die verleden. Heel goed gezegd. Heel goed. En mijn kinderen moeten dan ook anders hebben. Ze gaan het ook hebben. Je komt niet onderuit. Ja. Dus eigenlijk is het niet zo goed wanneer we zeggen, door op de uitspraak, die Susanne, vroeger was het beter. Ja, beter is een relatief begrip natuurlijk, want alle tijden hebben betere tijden gekend en slechte tijden gehad. Dus dan is het relatief, het is niet een absoluut begrip, wanneer je zegt van beter, want in de tijd van mijn grootmoeder was het ook beter. Maar hun concept en hun perceptie over beter is een ander dan wat we vandaag de dag hebben. Ja. Want ik heb soms het gevoel, hè, dus dat mensen zeggen, vroeger was het beter, omdat het al gebeurd is. Ja. En je weet bijvoorbeeld ook wat het resultaat is geweest. En daarom zegt men bijvoorbeeld, het was beter. Terwijl we nog steeds, eigenlijk dus nu zitten naar het onbekende. We weten niet wat morgen voor ons brengt. Ja, inderdaad, dat is het geval. En ik moet misschien dit vertellen, als vanuit een gedragswetenschappelijke optiek. Dat kijk, gedrag wordt op een bepaalde manier geconditioneerd. Dat betekent niks anders dan we leren een nieuw wezen van gedragen op een bepaalde wijze. Mm-hmm. En dat ding wordt met een mooi woord genoemd geconditioneerd zijn. Mm-hmm. Nou, en dat wordt een mechanisme. Het is een blijvend gedrag, bijna een blijvend gedrag worden. En als je daaraan niet blijft werken om het steeds beter te maken, dan wordt wat we noemen een statische gedragsuiting. En men gaat geloven dat, want een vast familie bij Pulu Bende, ja, die taal nog niet zo, maar die is niet meegegaan met de ontwikkeling van dus de omgeving, van dus de wereld, die wereldontwikkeling. Als gevolg waarvan hij dus kritiek heeft over dus deze nieuwe tijd, omdat hij geen antwoord weet te geven op wat er zich nu afspeelt. Oké. Weer nog even iets over jezelf. Wat zijn jouw hobby's? Ja, ik heb dus nog wel wat, ik zal maar bij 2 of 3 horen. Ik hou van zingen. Mm-hmm. Ik hou van experimenteren. De sociale een groepsdynamica experimenteren. En ik hou ervan om dus in de sociale kring ook bezig te zijn met mensen, verschillende categorieën van mensen. En ik ga kijken op welke wijze ik een bepaalde bijdrage zou kunnen leveren. En op grond daarvan, ik verzorg vaak ook trainingen, workshops, seminars, die waren Prodeo ook. Mm-hmm. Verzorg ik vaak sommige, een aantal van zijn Prodeo, maar ik verzorg veel wat in workshops en seminars in verschillende gemeenschappen. Mm-hmm. Wat is een vraag die ik aan iedereen stel, wat zou je over 10 jaar willen zijn of over 10 jaar willen doen? Nou, ik zou eerder willen zeggen, misschien wat wil ik over 5 tot 8 jaar. Nou, ik zit reeds in het proces van overdracht van ons kenniscentrum, want ik moet vertellen dat ik dus ben dus, laten we zeggen, een CEO van een kenniscentrum. En dat kenniscentrum heet Velland Transition Value Consultancy. En die kennis die we hebben, gebruiken wij om dus een bepaalde bijdrage te leveren aan deze samenleving op verschillende niveaus. En ik vertelde dus dat wij dus gedragsverbeteringen op gang helpen brengen. Dus gewenst gedrag van onwenst gedrag naar gewenst gedrag. En wanneer een gap-analyse gemaakt is van welke zijn de instrumenten die we gaan inzetten om die verbetering op gang te kunnen brengen, dan bespreken we het met het systeem. Als het gaat om een individu, bijvoorbeeld iemand die van houdt van liegen, en die zit allemaal door te liegen, alleen om zogenaamd zijn lijf of zijn haar lijf te bevrijden. Nou, dan, op dat die gaat hij door de mand vallen.
En de gemeenschap gaat hem afstoten. En dan heb je niet eens door dat de gemeenschap hem afstoot, maar ik denk dat hij slim is of dat hij dus een command is of commissie is. Nou, maar de gemeenschap heeft snel door, de omgeving. En zodoende ontstaat er een fenomeen, dat we noemen, dat er achteruit gaat ontstaan. Want dan gaat hij zeggen, ja, ik heb geen geluk, maar gewoon omdat je een uitstraling geeft die dus negatieve gevolgen heeft. Nou joh, want die van terugslag. Mm-hmm. Nou, en deze zaken maken dat ik dus, wanneer een individu bij mij komt, dan maak ik een gap-analyse. Ik maak de status van waar wil je zijn, wat is de status nu, en dan ga ik kijken wat is de weg die afgelegd moet worden naar dus het gewenste niveau. Mm-hmm. Dat geldt voor individuen, dat geldt voor gezinnen, dat geldt voor organisaties, voor studenten, waarmee ik ook bezig ben, kleine en grote samenlevingsverbanden. Ja, ja. Ik vind het heel interessant. Ja. Dus want je hebt vaak genoeg allemaal nou een toriemang. En op een bepaald moment gelooft niemand hem meer. Yes. Toch? Ja. Hebben we allemaal door. Ja, ja. Ik zeg ook vaak aan mensen dat kijk, wanneer iemand je iets zegt en hij is van oor dat hij dat zogenaamd meent, dan kan hij dingen zodanig overbrengen dat je dus zo wordt ingetoverd dat je gelooft dat wat hij daar zegt. Ik zeg kijk, je moet altijd kijken naar wat zijn de uitkomsten. Wat zegt de persoon met zijn mond? Wat beweert hij? En wat doet hij? Zodat hij iets niet doet en hij vertelt een verhaal, hij wil een excuus bedenken. Ja, ik wil dat gaan doen wel, maar ik heb dit niet enzovoort. Dan is ik heb naar vrome wankbaar. Ja, dus je moet niet meer. Want ja, zodat je daarin blijft, dan ga je gewoon jezelf tegen de rots laten aanlopen. En dan verpletter je. Dan ga je weer proberen bij iemand anders of een andere groep. Maar dan loop je tegen de muur. Ja, oké, ik wil je gewoon een moeilijke vraag stellen. Hè. Hoe komt het dus dat we steeds voor de verder politici kiezen? Nou, ik moet vertellen weer toch, als is Gwinty toch? Gwinty. Men denkt niet echt na. Is Gwinty. Waar het eigenlijk om gaat, men moet kiezen voor ontwikkeling. Als men begrijpt dat men voor ontwikkeling moet kiezen, een bepaalde ideologie, je hebt een bepaalde perceptie over ontwikkeling, wat is er nodig om ontwikkeling op gang te brengen, dan ga je kijken welke zijn de politieke organen, want via politieke organen kan dus een staatsbestuur ontstaan, hè? Mag verkregen worden. Nou, dan ga je kijken op welke wijze, wie van de politieke organen, of combinaties van politieke organen, dragen de ideologie die, dus die je dus in je draagt, eigenlijk, hè? Die je voorstaat. En veelal is het zo dat het bitter weinig is, maar dan gaat men dus meer op gewoon Gwinty stemmen. En met het gevolg dat alle nare appels, alle rotte appels die naar binnen komen, je ook gaan moeten slikken. En dan kom je onderuit. Dus het heeft altijd te maken met hoe kritisch ben je tegenover jezelf, hoe kritisch ben je voor je kinderen die later van je moeten overnemen. Wat ga je voor ze achterlaten aan het kenniscentrum? Wat ben je bezig te doen? Ik heb vaak gesprekken met kennissen, met mensen. En ik zeg, ook jonge mensen vooral. Ik zeg, kijk, je moet kijken naar, je moet groeien, altijd groeien. Kijk naar die dingen, wat zijn de dingen die nodig zijn om te groeien. En sta op. Ga niet op je kont zitten, blijven zitten. Sta op. Doe iets. Niet waar? En ik push en want er zijn een paar jongelingen die ik dus, ik geef bepaalde kennis. En bijvoorbeeld de pedagogiek studenten, er zijn een viertal. Die dus, aan wie ik gezegd heb, kijk, je zou deze kennis kunnen gebruiken om een crash te kunnen beginnen. En ik ben bereid om een training te geven aan je personeel. Geef me dan. En het is gebeurd. Vandaag de dag zijn er 4 crashes van de grond gerezen, mm-hmm. waar ik training heb verzorgd. En ze draaien, ze bloeien. Weet je wel eens? Oké. Ja, we hebben vandaag als gast Oscar Velland. Dr. Anders Oscar Velland. Hij is gedragstherapeut. En verteert Uno over de relatie die er is tussen eigenlijk een pandemie met de impact die het heeft gehad op ons gedrag en de rol wat religie daarbij speelt. Nou, dat kan je ook toe, van allemaal veel meer gedrag, toch? Want ik vind het een heel interessante invalshoek die vandaag behandeld wordt. Meneer Velland. Overigens, dat is niet voor dit jaar zo, hè? Dus dat moet ik een beetje eerder doen. Dat is niet voor mij. Wat is
wat is jouw persoonlijke ervaring, je persoonlijke ervaring met de COVID-pandemie die nu al 22 maanden duurt? Oké, ik ga hierop niet meer vanuit een professionele standpunt dat doen, maar gewoon als burger, als wereldburger en die ervaring die ik heb doorgemaakt. Nou, kort gezegd, die hele pandemie heeft dus de wereld in een ban genomen. En heeft als gevolg daarvan allerlei maatschappelijke activiteiten van de mens ontregeld. Het heeft voornamelijk, want ik praat nu ook, ik gebruik hier dus mijn expertise als gedragsdeskundige. Het heeft dus het gedrag van de mens volledig beïnvloed. Het is niet alleen maar een gedragscrisis, het is dus een sociale crisis ook. En het probleem dat ik eigenlijk heb, is dus dat in allerlei human systems heb je gedragsproblemen als gevolg van die pandemie in die wereld. En zoals je hebt gezegd bij het begin, 22 maanden reeds heerst dit virus in de wereld. En 22 maanden lang houdt hij die hele wereldgemeenschap in de ban. En het probleem dat ik voornamelijk heb, er wordt dus gezegd dat men hier en daar dus wat vaccin gaat ontwikkelen, maar we gaan niet daarover praten, om zogenaamd dus het virus in te dammen. Maar niet alleen, dat betekent men heeft het bekeken alleen maar vanuit medisch invalshoek. En dat is een kwalijke zaak. Als ik ook kijk naar lees de WHO-rapporten, alle adviezen die ze geven voor onder meer kwetsbare groepen, bijvoorbeeld als mensen, dus laten we zeggen ouder geworden mensen, in een bejaardenhuizen zijn, dan moet het bezoek naar hun toe, aan hun toe, zoveel mogelijk geminimaliseerd worden. Hallo, ik dacht bij mezelf, wat zeg je daar? Want dat is, de mensen gaan je wegkwijnen. Ze gaan dus, doordat ze geen contact hebben, sociaal contact hebben, gaan ze wegkwijnen. En ze worden eenzaam. En dan stellen ze. Dus een maatregel afkondigen moet goed overwogen zijn. Je kunt niet alleen van één invalshoek maar bekijken, maar van verschillende kennisstructuren. Omdat het te maken heeft, die hele pandemie is niet een nieuw ding op de aarde. Dat hebben we een aantal keer al gehad. Dingen zoals gele koorts, dift, en noem maar op. Die mazelen die dus kinderen hebben, omdat generaties het geleden al hebben doorstaan en hebben het kunnen overwinnen. Ik moet benadrukken dat het virus, virus nooit zal verdwijnen. Dus als men dat denkt, gaan we altijd ermee geconfronteerd blijven. Dus wat zeg je hiermee? Dat wij moeten werken met z'n allen gezamenlijk naar een post-corona samenleving. Of een wereldgemeenschap. En in deze gemeenschap gaan we met z'n allen moeten bezig zijn om dus goed vorm te kunnen geven aan de status van de maatschappij waarin we zitten. Dus daarom zeg ik, de invloed, de impact die het heeft op de samenleving heeft tot gevolg gehad dat het een sociale en gedragscrisis tot stand heeft gebracht. Dat is één. En daarbij heb je onder meer weer gevraagd, wat is de rol van de religie die je kan vervullen in deze setting? Ik wil daar op terugkomen. Okay. Ik weet ook van, je hebt nu eigenlijk algemeen gegeven wat de impact is geweest, maar in het tegenwoordig wat de impact op jou is geweest. Oké, het is het heeft bijzonder geslagen op mij, want wat betreft mijn werk heeft het bijzonder invloed op gehad. En binnen mijn gezin zelf heeft het zodanig impact gehad dat we dus eraan zijn gaan. Een zoon van me is twee keer door COVID een te gronde geslagen. Hè? En hij mocht natuurlijk niet aan het werk gaan en zijn gezinssituatie moest natuurlijk weer gezocht worden. Vandaar dat ik ook aangeef dat, kijk, er zijn methoden om dus die dingen erbuiten te houden, te beheersbaar te kunnen maken. Dus op mij heeft dit zodanige emotionele invloed gehad dat ik bijna kan zeggen dat ik huil iedere keer weer wanneer mensen dus gevangen worden door deze pandemie, door dit virus. En dat brengt met zich mee dat je dus een omstandigheid kreeg, een toestand gecreëerd kreeg die onwenselijk is. Het heeft veel invloed op me gehad. En zoals ik zei, mijn werk heeft die beïnvloed. Mijn sociale relatie, mijn interactie met andere mensen. Want je moet bijna eenmaal 24 uur thuis zitten en achter een computer bezig zijn te communiceren met andere mensen. Dat brengt stress en spanning op gang.
Dus het heeft veel invloed gehad op mij in mijn gezinsleven en in mijn relaties met andere gezinnen en groepen. Ja, wat dat betreft, als ik ook. Ik vind ook dus dat het ook impact op me heeft gehad. Maar als docent op de universiteit, op een bepaald moment heb je dat eigenlijk geen zin meer om onderwijs te verzorgen. Ja. En ik vind echt eerlijk gezegd, die hele online onderwijs vind ik een onding. Hmm. Want je praat, ik kreeg steeds het gevoel alsof ik sprak tegen een blinde muur, een muur. Je stelt soms vragen en niemand antwoordt. En de kans bestaat dus dat die studenten niet eens achter hun computer zitten. Snap je? Ja. En ik zie ook dus dat, net wat je dus aanhaalt, dus dat die relatie met de studenten van vorige jaren, die eerstejaarsstudenten hoor, van vorige jaren, dat het veel afstandelijker is, yes, dan met die van vroeger. Inderdaad. En het heeft gewoon te maken met, ik ben wakker van Toepsa. Oké. Okay. Toch? Toen de universiteit openging, mijn wakker aan Toepsa. En ik weet niet dus dat ik ze algemene microbiologie gegeven heb. Zie je daar? Ja. Toch? Ik weet niet dus dat ze. Ik loop ze langs en ik moet dus nu levensmiddelenmicrobie geven aan hun. En ik ken ze niet eens. En je ziet ook dus dat ook hun gedrag is beïnvloed, want ze zijn veel afstandelijker. Ja. Dan de studenten die ik eigenlijk vanaf 95 colleges geef. Ja. Ik heb het over die eerstejaarsstudenten, want ja, die leer je, ja, kennen. Hè? Ja, ja, ja. En dat is onder andere de impact geweest bij mij. Je hebt het begrip kwetsbare groepen genoemd. Wie zijn kwetsbare groepen? Oké, okay. Daarover zouden we heel lang kunnen praten, maar ik zal hem heel kort samenvatten. We gebruiken vaak referentiesystemen om dus van daaruit dus iets te vertellen. En onder meer, er zijn vele bronnen hoor, vele referentiebronnen. Maar ik zal één van ze noemen, met name dus de VN, in VN-verslagen. Hè. En wanneer je dus VN-rapporten leest, dan wordt daar gesteld dat er van kwetsbare mensen sprake is als het gaat om mensen met een beperking. Het gaat om ouder wordende mensen. Wanneer het gaat over kinderen. Wanneer het gaat over vrouwen. En daarom zeg ik, had ik bij het begin gezegd, het probleem van die pandemie is alleen maar vanuit medisch-wetenschappelijke oogpunt beschouwd. Terwijl ik aangeef, het fenomeen kwetsbaarheid kunnen we vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines beschouwen. En samengevat zou ik zeggen, dus multidimensioneel, zou ik zeggen, heeft kwetsbaarheid in zijn algemeenheid betrekking op onder meer de mate van mobiliteit van een mens. Het heeft economisch invloed, medisch-maatschappelijk, lichamelijke fitheid, beperkt gezichtsvermogen, beperkt gehoor, slechte voedingstoestand, chronische aandoeningen of ziekten, de mate van cognitief vermogen van een mens, de zelfredzaamheid van een individu, het psychosociaal welbevinden en huisvesting. Het zijn allemaal zaken die multidimensioneel beschouwd onder het noemen van kwetsbaarheid vallen. Oké, okay, maar ik bril ook. Ja. Dus ik heb een beperkt gezichtsvermogen. Behoor ik ook tot de kwetsbare groepen? Nee, niet. Ja, zou ik zeggen, in een zekere opzicht kan je zeggen ja of nee, want ik bril ook. Mm-hmm. Niet waar? Maar dus, het gaat alleen maar vanwege het feit dus dat naarmate we ouder worden, kunnen er veranderingen ontstaan. Want ik ken ook jonge mensen. Ja, mensen van 17, 18, 20, 25 jaar, die ook brillen. Dat heeft te maken met een stukje genetische structuur van dus die demens. Maar overal beschouwd, zodat je dus in staat bent tot zelfredzaamheid, dus de ding die je hebt genoemd, dat dus die kwetsbaarheid dus definiëren, zodat je erboven kan staan, ook al bril je, ook al heb je dus bijvoorbeeld een 20, een 5, een kiezer minder, weet je wel eens, ja, ja. Het betekent niet dat je dus kwetsbaar bent, want je kunt jezelf redden. Ja, ja, ja. Ja. Ik zou ook die vraag over kiezen stellen, dat zou ik ook hebben gedaan. Waarom, wanneer ik vaak het begrip kwetsbaar hoor, dan hoor ik vaak
oudere mensen, vrouwen en kinderen. Maar ik hoor nooit mannen. Zij de oer liep de man. Nou, daarom heb ik gezegd, het is eigenlijk een enkele genoemd. Hè? En daarom heb ik zo genoemd, omdat het is. Ik heb maar een verslag gelezen van, dus een van de aanhalingen uit verslagen van de VN. Maar inderdaad, ook bij mannen is het geval. Dus bij alle groepen van mensen waarbij deze zaken die ik genoemd heb van kwetsbaarheid te vinden zijn, dan spreken we dat die groep is kwetsbaar. Ja, ja. En wat moet er met deze mensen gebeuren? Moet er van overheidswegen ondersteund worden? Want wanneer je een groep gaat definiëren, dan heeft het toch een bedoeling? Uiteraard. En de bedoeling is om dus beleidssignalen te geven, aanduidingen van grondslagen, zodat aan deze groepen van mensen die gedefinieerd zijn als zijnde kwetsbaar, aandacht moeten hebben en structurele aandacht. En daarom is een staatsbestuur moet aandacht hebben voor al deze maatschappelijke fenomenen, verschijnselen, toestanden, omstandigheden, zodat er een ordening kan zijn en rust in een gemeenschap. Wanneer een staatsbestuur dat niet doet, dan heeft hij dus een. Dan ontbeert eigenlijk dus die groepen van mensen de nodige staatsvorm. En het gaat niet zo speciaal erom dat je met een vork of met een lepel in de mond moet duwen. Je moet de condities creëren. De omstandigheden moeten gecreëerd worden, ze moeten in place zijn. Alle dingen die nodig zijn, of het nu materieel is, financieel, of kennis aan bod, al die dingen moeten in place zijn, zodat deze gasten goed thuis geplaatst kunnen worden. En dat ze weten dat, oké, ik ben een deel van de samenleving, ik voel me een burger van de samenleving. Dus het is eigenlijk de bedoeling om de kwaliteit van het leven voor deze mensen te verbeteren. Dat is in hoofdzaak de bedoeling. Ja, je hebt het aangehaald een paar keren van dat er is in de afgelopen 22 maanden alleen gekeken dus naar de medische kant van de COVID-pandemie. Waarom zeg je dat? Nou, kijk, ik heb het gezegd op basis van dus onderzoeksuitkomsten die wereldwijd zijn verricht. Om te kijken naar gedrag van mensen. Want je moet begrijpen dat die pandemie heeft, zoals ik eerder zei, het heeft zowel een sociale crisis als een gedragscrisis op gang gebracht. Nou, en een sociale crisis en een gedragscrisis, ja, heeft dus te maken met andere expertises, andere kennisinhouden. Niet waar? Dus het heeft niet alleen te maken met het medische, maar ook een mens is ook een religieus wezen. Maar de mens is ook een sociaal wezen. De mens is ook een creatief wezen. De mens is ook een sportwezen. De mens is ook een. Je noemt het maar op. Nou, al deze dingen zijn gaan liggen. Nou, en alleen zogenaamd, men wil dus die pandemie dus bestrijden. Dan worden maatregelen afgekondigd die uitsluitend zijn gebaseerd op aanwijzingen, adviezen. Die onder meer door de WHO wordt gegeven. Uitsluitend vanuit, of hoofdzakelijk vanuit medische invalshoek. En dat is een kwalijke zaak, want de mensen, zoals ik eerder zei in het voorbeeld, dat als zij hebben als advies gegeven, de WHO, dat het bezoeken van dus ouderen in bejaardhuizen moet verminderd worden om die pandemie buiten te houden. Hallo, die pandemie dat virus gaat er altijd bestaan. Hij gaat nooit meer uit de wereld. Dus het is een utopie om te denken dat het zal verdwijnen. We moeten juist nagaan, zoals ik zei, na te gaan. We gaan een post-corona samenleving moeten samenstellen, ontwikkelen, ontwerpen, maken. En daarvoor hebben we alle kennis die we al hadden voor de corona crisis, hebben we nodig om in te zetten en dan aangepast. Daarom heb ik gezegd, de ouderen bijvoorbeeld, die kwijnen weg. Ze voelen zich eenzaam, omdat er geen sociaal contact is. Want men denkt, ja, je moet de ouderen redden, die kwetsbare groep moet je redden. En ze moeten niet besmet worden. Nee, maar niet alleen dat. Sociaal contact kan je niet weghalen, want die gaat ook kapot. Want die heeft ook hard gewerkt in die samenleving om die samenleving te hebben opbouwen. En dan moet die kapot gaan. Dat werkt niet zo. Je moet werken ook aan het immuunsysteem van de mensen. En er zijn natuurlijk een wijze hoe je aan het immuunsysteem, goede voeding, goede verhoudingen van voedsel, vrucht, fruit. En zo kun je maar doorgaan. Om het immuunsysteem van de mensen op te trekken. Beweging, speciale bewegingsdeskundigen, met ze bezig zijn, social activities, met ze bezig zijn met zijn groepsgenoten. En die dingen zijn er niet, zijn gewoon stil. Die mensen kunnen weg. En dan zeg ik,
alleen vanuit, in een ander forum had ik het ook gezegd, dat wanneer we het alleen vanuit medisch invalshoek bekijken, dan gaan de mensen wegkwijnen. Dat wordt niks gedaan. Ja, dus eigenlijk, want tenminste, een samenstelling voor een COVID-management team, de eerste wang, daar was een, had je dus Vera en zijn leger. En dat was eigenlijk een militaire aangelegenheid en toch tevreden als medicus. En tegenwoordig een groep dus nu, ik heb de indruk dat het een hele medische groep is, dan wil ik zeggen dat je helemaal geen voorstander bent van die samenstelling van die COVID-teams in Suriname. Dat heb je heel goed gezegd, ja. Er moeten andere deskundigen ook erbij zijn. Als dat er onvoldoende aanwezig is, dan is het een bewijs dat die pandemie alleen maar vanuit het medisch perspectief wordt beschouwd. En nimmer aan dus andere zaken die de mens regadeert, ook fundamentele dingen. Want ik moet vertellen dat die pandemie heeft de mens tot in de kern geraakt. Wie ben ik? De ander die ik wil bezoeken. Ik kan geen brassa meer geven. Ik mag geen botsie geven. Ik mag geen handdruk geven. Je kwijnt weg. Misschien een man, twee man kan het wel aan, maar daarna. Ik heb mensen wel ontmoet die gezegd hebben, meester, mijn overtuiging regelen, ik wil mijn geen brassaren. Weet je wel eens, die personen verlangen, is een geconditioneerd gedrag uiting. En als je dat plotseling moet stoppen, nee, je moet hem aanpassen. En dat kunnen geen medici dat doen, dat zijn gedragswetenschappers kunnen dat doen. Mensen die dus te maken hebben met het gedrag van de mensen, pedagogen, psychologen, gedragstherapeuten, dus weet je wel eens, mensen te maken hebben met het verbeteren van een bestand gedrag naar een gewenst gedrag. Ja, ja. Heb je die ervaring, want Kalena Terje, Rinomo, je tak no, no. Maar heb je die ervaring gehad dat er een, mensen, die kwetsbare groepen, zijn gaan wegkwijnen omdat ze de nodige aandacht niet meer kregen? Ja, dat is heel lelijk. Ik stel juist voor ook, en ik zeg het ook op verschillende fora, laat ze wetenschappelijk onderzoek doen. Laat de universiteit wetenschappelijk ook onderzoek doen om te zien wat is de impact van dus die coronapandemie op de verschillende sectoren van de samenleving. Dan krijg je een volledig beeld. En in mijn veldwerk heb ik gezien mensen, dus om te blijven bij bejaardhuizen, er zijn een aantal mensen dus weggekwijnd en doodgegaan. Gewoon omdat ze geen sociaal contact hebben. Want een familie mag wel een keertje bezoekje hebben, maar hij mag niet lang blijven, want hij moet snel weer weg. Ja, ja. Weet je wel eens, al deze dingen, dat geconditioneerd gedrag is vanuit mijn expertise, geconditioneerd gedrag. Al dit geconditioneerd gedrag, worden stopgezet, gewoon op basis van medisch of invalshoek. Nou, dan kreeg je een wegkwijnen, een vereenzaming. En die dingen heb ik ervaren. Er zijn in heel wat van de huizen. Daarom beveel ik aan, ten sterkste, om een onderzoek te doen, maar waarin verschillende expertise zitten. Niet alleen medici, maar ook verschillende gedragswetenschappers, verschillende techneuten moeten erin zitten. Om een totaal beeld te krijgen van die totale samenleving, alle sectoren. En dan weet je, heb je een helder beeld van wat is de impact van deze pandemie op de samenleving. Ja. Ik ben het volkomen met je eens dat er onderzoek moet komen. Alleen ben ik niet overtuigd dat momenteel in Suriname er eerlijk onderzoek zal zijn. Omdat de cijfers die momenteel ook gepubliceerd worden, ik geloof ze helemaal niet. En ik heb echt wel de indruk dat het enige doel voor die cijfers is om mensen bang te maken, angstig te maken, om te gaan prikken, om zich te laten gaan injecteren. En dat de enige focus is, dus ik denk dat dat gaat gebeuren. Ik ga meneer Ernst vragen om naar wat muziek, maar denk even na. Ik wil weten wat de impact is van als mensen bang zijn. Wat is de impact op de mens die continu angstig wordt gehouden? Denk u daarover na. Oké. Okay. Ja, we hebben als gast dokter Anders Oscar Vellan. En hij is gedragstherapeut. En wij willen dus weten wat de impact is geweest van de COVID-pandemie op de mens. Maar we willen ook weten
wat de rol van religie is, welke rol religie kan spelen op dit geheel. Dus dat is wat we willen weten. We hebben het gehad over dat eigenlijk die samenstelling van het COVID-team uitgebreid moest worden, omdat, net als wat de heer Velland zei, men heeft te veel gekeken naar het medisch aspect, terwijl COVID-pandemie heeft eigenlijk de totale maatschappelijk leven, economisch leven, ja, en ook de school, ja, ontmanteld en ontregeld. Ja. En dat kon eigenlijk alleen gebeuren omdat men alleen maar medici in de eerste fase, alleen maar militairen daar heeft gezet. En ze zijn eenkennig en met alle gevolgen van dien. Dus de MAT is zo, dan ben je eigenlijk geen voorstander voor lockdown en avondklok. Nou, laat me dit ervan zeggen. Ik vraag me echt even af op basis waarvan heeft men deze dingen willen implementeren. Lockdown situatie, als het was toen, 22 maanden geleden, als zijnde, we zijn overvallen door de situatie en dan is er een soort van paniekreacties. Luister, we gaan alles afsluiten. Daar heb ik een begrip voor, een bepaalde reactie van mensen. Maar er komt altijd een moment waar we dus weer terugkomen van oké, laten we zien wat ons heeft afgeschrikt. Zodat we dus de zaak kunnen aanpakken om de vorm te kunnen geven. Maar wanneer je blijft steeds zitten aan het lockdown fenomeen, dan ben je bezig structureel alle aspecten van menselijke activiteiten te ontwrichten. En men doet dat omdat men dus kennelijk een bepaalde bedoeling heeft. En dat is onduidelijk. En ik noem het nog even een hypothese, omdat het dus moet onderzocht worden. Zodat we precies kunnen weten of die hypothese die ik heb dus zitten dus aanvoelen. Of die dus houdbaar is of dat verwacht moet worden. Maar om toch te komen, terug te komen op het verhaal zelf. Lockdown? Nee. Het heeft datgene wat men beoogt en ons vertelt wat het nut ervan is. Nee, het blijkt niet. Het tegendeel blijkt waar te zijn. Klopt helemaal. Want, nee, want als je dus nagaat dus dat er een op een totaal van 1200 geregistreerde met COVID gestorven, ja, mensen. Ik zeg boord met en niet door. Ja. Omdat if je kost eventjes, if je hoofdpijn, ja, if je bakken had, die, ja, heeft daar alles in ze meteen als COVID. En ik noem het eigenlijk wat de overheid doet een COVID-yo-yo beleid. Toch? Want, ja. Gisteren, ja, is het weer verschoven, avondklok naar 11 uur. Ja. En dan is het 9 uur en dan is het 11 uur. Ja. En ik vraag me af, ja, als die virussen wel rekening houden met, ja, met de tijdverschuiving. Met, ja, tijdverschuiving. Ja, zo heb je dus dat. Toen we lockdown hadden om 5 uur, dan kreeg je bij wijze van spreken dus dat die winkels juist overbezet werden. Yes. Ja. Waardoor je juist veel meer, ja, een, ja, ja, concentratie van mensen, ja, had. Ja. Snap, ja, je? Dus, laten we het op het medisch gedeelte houden. Omdat men dus alleen maar focuste op het medisch gedeelte van COVID, kreeg je dus dat operaties uitgesteld werden. Yes. Mensen die dus naar de oogarts zouden moeten gaan, mensen die hart- en vaatziektes hebben en alles soort zaken. Ja. Alles wordt dus nu verschoven, ja, waardoor dus ook binnen een medische sector, ja, problemen opkwamen. Problemen ontstonden, ja, ja, ja. Dus dat heb, ja, ik bijvoorbeeld niet kunnen begrijpen hoe, ja, men gewoon dus door kan, ja, gaan. Ja. En ik ben het met je eens, toen 13 maart 2020 werd kenbaar gemaakt dat er COVID is en dat er maatregelen werden getroffen, was ik er voorstander van. Maar ik weet dus nog, tegen 5 juni 2020, toen vond ik bijvoorbeeld dat een total lockdown van 2 weken. Wat is dat? Ja, ja, ja. En ik had bij wijze van spreken dus een situatie dat je hebt een total lockdown, dat juist een total lockdown op begin, een gasbom leeg.
Ja. En je kan dus nergens naartoe om yes. een andere gasbom aan te schaffen. Ja, dat zijn beperkingen. Ja. Ja. Dus het is me een keertje overvallen. De familie lost dat probleem op. Want kookplaat die ik vergeten ben weg te gooien. Me vergeet die toch? Vroes toe helemaal. Maar we gaan zoeken in zo'n berghok waar het is er iets om die dagen te kunnen ja, koken. Ja, ja. Dat is de consequentie. Ja, want als inderdaad. Je op straat gaat, heb je een probleem. Ja. Maar die ja. winkel die gaat het ook niet voor je verkopen. Nee, toch? Ja. Dus nu geef ik een voorbeeld die mij is overkomen. Maar er zullen wel een heleboel andere mensen zijn die allerlei andere problemen hebben gehad in deze situatie. Ja, er zijn legio in de voorbeelden hieromtrent hoor. Want ik heb een aantal dingen meegemaakt waarbij dus een iemand dus was dus moest een, in een huis, er was een gedeelte van de vloer was helemaal neergezakt, plotseling van de ene op een ander moment. Maar dat was een beetje gevaarlijk voor de bewoners van toen. En we waren in lockdown periode. En ik vernam van die kennis van mij dat ze dus in die toestand moesten blijven tot de volgende dag. En pas daarna kon dus men ingrepen om dus technische werkzaamheden te kunnen verrichten. Ja. Nou, je vraagt je even af, hoe is dat mogelijk? Terwijl dus de mensen zijn, er zijn kinderen in huis, ja, jonge zeugelingen. En men moest eigenlijk een beetje soort de wacht houden, zodat men ziet dat alles veilig bleef. Dus het was een hele ellende. Een boom was dus omgevallen en je kon niks meer beginnen. Ja. Weet je wel eens? En want je is lockdown, dus hoe ga je een kranwagen halen om dus hem te verwijderen? En dus het huis oprichten, zodat het een goed op stand kan blijven. Nou, dat zijn allemaal toestanden die ze kunnen voordoen die men niet berekent. Maar het gebeurt. Het is gebeurd. En lockdown brengt al deze beperking op gang. En is eigenlijk onmaatschappelijk zelf, noem ik dat. Ja. Yes. Ik moet dat toegeven. Wat ik persoonlijk ook vind, is dat dat de politie ook heel veel is teleurgesteld in hun gedrag naar de mens toe. Heel ruw. Oh ja. Alsof ze hebben de macht en zij bepalen. Terwijl wij weten, want ze kunnen je niet zeggen, nee, dat kan niet. Op een hele beleefde manier. Uiteraard. Maar men is ontzettend beledigend, ruw, ja. agressief. Ja. Ja. Alsof de mensen criminelen zijn. En hierop wil ik komen met het gedrag weer. Er zijn dus een beelden geweest van mensen die overtreders van de lockdown en die hardhandig zijn aangepakt. Ben je daarvoor mee eens? Nee, kijk, wat men heeft gedaan, wat men daar doet, is een stukje machtsvertoon op basis van zogenaamde regels die zijn gegeven. En regels die niet eens te maken hebben met de mens als mens, maar gewoon vanuit één invalshoek reeds alleen maar beschouwd. Wat men vandaan moet begrijpen, is dat alle gedrag van de mens is, zoals ik bij het begin zei, is geconditioneerd gedrag. We hebben op een bepaalde wijze geleerd hoe we ons moeten gedragen, opstellen, onze sociale relaties, hoe het op gang brengt en hoe we hem gaan onderhouden. En als dat plotseling is gestopt, dat betekent niks anders dat je dus weerstand gaat krijgen. Je gaat een stukje opstand krijgen. Weet je wel eens? En dat brengt met zich mee dat op een bepaald moment je een situatie krijgt dat de mensen zeggen dat hallo, ik kan het langer niet aan. Ik kan het niet, deze spanning is te groot voor mij, waardoor ik niet in staat ben om dus een goed vorm te kunnen geven. Dus de manier hoe dus de politie omgaat met de mensen is niet professioneel. Trouwens, ik moet vertellen, even verklappen, dat ik verzorg ook colleges op de politieacademie. En er zijn drie belangrijke dingen altijd van een organisatie die in het oog springen. Dat zijn nou de missie, de visie van de organisatie en de kernwaarden. En een van de belangrijke kernwaarden is dat je op een professionele wijze moet omgaan met de burgerij. En als dat niet gebeurt, ze hebben ook gekregen van mij dus een steeds opdracht hoor, om te presenteren. Want ik zeg, je bent de beste kameraad van de gemeenschap. Je bent niet de baas van de gemeenschap, want de gemeenschap maakt dat jij een salaris ontvangt. Dus de gemeenschap is daarvan dus de basis. Dus je moet hem dienen. Niet waar?
Dus het gaat om dus de algehele bescherming die de politie moet geven en de mens tegemoet te komen in zo'n situatie, zodat er orde in gebracht wordt. Als je een persoon, wie dan ook, behandelt als crimineel, nou, dat zit je helemaal ernaast. Ja, dat kan niet. Klopt. En als je dus kijkt hoe beelden die... En daarom ben ik blij met een cellulaire, hè, en dat opnames kunnen worden gemaakt, zodat... Okay. Yes. Ze achteraf niet kunnen jokken dat het niet zo gebeurd yes. is. En dan zie je bijvoorbeeld, ik zag nog een paar maanden geleden een avondklok overtreder en scoot achtervolg aan man, haraman moppen uit de auto. Dat kan toch niet. Voeten tap aan man, sting alsof die man een seriemoordenaar is. Hey, laten we toch ophouden. Nee, dat gaat niet. Eigenlijk die hele achtervolging vond ik niet nodig. Ja. Je neemt die man zijn nummer op en dan ga je gewoon rustig thuis aanpakken en dan kan mama boeten. Ja, afgelopen. Maar zo gewelddadig te werk gaan, ik denk dus dat ze hun beroep niet goed begrepen hebben. Ja, niet allemaal natuurlijk. Er zijn een aantal daar die dus een beetje dus gevormd moeten worden. Ja. Maar het probleem is, je hebt gelijk, een negatief nieuws dat scoort, hè? Ja. En negatief nieuws dat valt op. Ja, vaak genoeg heb je dus dat het zijn die rotte appels die Epora hier zijn. Ja, klopt, ja. Dat is zo. Ja, ja. Ik smile een beetje omdat de gedragstherapeut heeft uitgelegd van met de loop van de jaren heb je dus dat er andere gedragingen komen en dat de ouderen een ander gedragspatroon hebben dan de jongeren. Dus dat je als je broek bent, eigenlijk broek bent, ben je van mijn pa. Ja. En ik luister dus naar het muziek dat mijn zoon daar luistert. Dan ben ik, zei je takkie toch? Ja. Dan vraag ik me af of alle gedragsveranderingen wel goed zijn. Je hebt het met mijn trend toch, de trend van de gemeenschap. Ja. En we hadden het over die vraag van angst, hè? Ja. Is het eigenlijk, dus, want 22 maanden lang heb je dus dat een heleboel mensen bang zijn om dood te gaan, laat me het gewoon zo zeggen. En dat ze dus in een angstspiraal leven, continu. En als je dus luistert soms naar de minister van Volksgezondheid, continu, het is besmettelijk, het is dodelijk, alleen dat soort dingen gaat uit die man zijn mond. Wat is de impact op angst bij iemand? Ik laat me dat vertellen. Even een voorstuk. Het gaat erom dat angst is een rond gezegd, makkelijk gezegd ook hoor, niet diepgaand over praten, maar kort gezegd is een toestand in de gemoedssituatie van een mens tot stand brengen, zodat hij zich zogenaamd moet kunnen weren tegen een mogelijk voorgehouden bedreiging. Weet je wel eens? Een gevaar. Ja, ik hoop dat ik gelukkig geslagen ben om het toch op zijn gemak, op een makkelijke wijze te vertellen. Ja. Nou, wanneer we dus dat zeggen, weten dus dat mensen die dus de gemeenschap of grote gemeenschapverbanden willen manipuleren, dan kun je dus dat instrument inzetten om dus angst tot stand te brengen in een gemeenschap, ten één en alleen maar om een bepaald doel te kunnen bereiken. En vandaag de dag horen we, ja, als je niet gevaccineerd bent, dan ga je doodgaan. En niemand wil doodgaan, dus men dwingt de mensen op een hele zachte wijze, subtiel, om te kunnen voldoen wat zij wensen, wat hun doel is. Namelijk om dus onder meer bijvoorbeeld het virus te bestrijden, moet je je laten vaccineren. Nou, maar niet iedereen is overtuigd van dat ding. En als je me dwingt om die dingen te doen, dan wil je me eigenlijk tussen twee muren brengen, waardoor ik me niet kan bewegen. En die toestand is interessant voor hun, voor de mensen die dus dat aanzetten om angst op gang te brengen. En dat is een ziekelijk gedragsuiting. Het is eigenlijk, we noemen het eigenlijk binnen de gedragstherapie, noemen we dat eigenlijk een misdaad tegen de mensheid. Wanneer je dus angst op gang brengt bij mensen. De mensen moeten gewoon vrij zijn, vrij kunnen leven, omdat die pandemie al heel wat toestanden veroorzaakt. Zoals ik zei, gedragscrisis, sociale crisis. En als die dingen er niet zijn,
En zogenaamd, als je zo zijn, je voldoet aan de zaken die die angst moet opheffen, dat houdt op. Nee, want alles is nog steeds vanuit medisch invalshoek bekeken. Dus daarom zeg ik met klem, angst, een gemeenschap in angst brengen, is hem radeloos maken. En dan maak je hem dus weerloos. Mm-hmm. En die situatie is ongezond voor een ontwikkeling die je op gang wil brengen, om dus een stukje economische ontwikkeling op gang te brengen, sociale ontwikkeling op gang te brengen, en alles dat te maken heeft met een stukje duurzame ontwikkeling. Ja, en maar je hebt bijvoorbeeld ook bedrijven die dreigen met ontslag, dan wel, ze krijgen geen bonus, allerlei beperkingen aan het werk, als ze zich niet laten injecteren. Is dat goed voor de algemene gezondheid van zo'n arbeider? Nee, dat probeer ik ook met rondom te vertellen, dat wanneer je dus angst creëert bij een mens of mensengemeenschappen, dan breng je dus de kwaliteit van zijn activiteiten terug. Want de mate van geconcentreerd zijn met een zaak in de praktijk van het leven, die nemen af. En je gaat dus nu werktuigelijk iets moeten volgen waar je eigenlijk niet aan staat, terwijl de mens een creatief wezen is. En als je hem dus dwingt om in een bepaalde stramien te komen, waar je eigenlijk niet thuis hoort, om toch wel dingen bij hem gedaan te krijgen, dan krijg je afrechtse reacties. Je hebt gehoord van het fenomeen van burgerlijke ongehoorzaamheid. Die dingen kunnen gaan ontstaan ook op bepaalde mensen. Want dat is die zaak die gaat afrechts gaan werken. Dus nogmaals, als je leest naar de verschillende verslagen, de verdragen en de wetten die internationaal gelden, mag een mens niet gedwongen worden om dingen te kunnen doen. Ja, ja. Mensen mogen niet gedwongen, mensen moeten met vrijheid. En trouwens ook, als je leest op de website van de WHO, lees je zelf dat de mensen, als ze dus geïndecteerd moeten worden, moeten ze volledig hebben ingestemd. Dat zeggen ze onder meer. En dat is een belangrijke taak, een belangrijke zaak waar niet wordt naar gekeken. En men zegt gewoon, je moet. Dus daarom de bedrijven die deze dingen doen, helpen onbewust ook, misschien ook bewust, ook een stukje neergang van ontwikkeling, sociale ontwikkeling op gang te brengen. Ja, en dat is een zeer kwalijke zaak. Ja, ja. Dus ik denk bij wijze van spreken ook, een beetje hard op nadenken, dat doordat ze zoiets gedaan hebben met arbeiders, dat je dus eigenlijk dat vertrouwen die zo'n arbeider had naar zijn werkgever toe ook verloren gaat. Ja, het was geschaad, ja. Want je hebt me iets laten doen dat ik eigenlijk diep in mijn hart niet wilde doen. Ja, klopt, ja. En vooral wanneer er dan ook dus nog een booster 1, booster 2 gaat komen. Ja, ja. Heb je eigenlijk adviezen voor de overheid wat dit soort zaken betreft? Oké, uiteraard heb ik wat adviezen. Maar voordat we naar adviezen gaan, wil ik toch wel ook even aangeven de rol eigenlijk die de religie kan vervullen binnen dit proces. Ik wil aangeven dus dat, om even iets kort te zeggen van dus infectiepreventie van senioren, dus van ouder wordende mensen in de post-corona samenleving. Ik heb aangegeven uit verschillende onderzoeksbronnen wat eigenlijk de coronacrisis betekent voor de toekomst van de gezondheid van de ouder wordende mens. Daarvoor zijn er onvoldoende kentgetallen om een valide uitspraak daarover te kunnen doen. We weten niet hoe het aantal besmettingen zich verder zal ontwikkelen. Ook weten we niet, of we weten nog niet, wanneer er precies een vaccin zal zijn en hoe effectief dan dat ook zal zijn. Nou, we hebben een immuniteitsgeschiedenis en we hebben geleerd dus dat mensen op de natuurlijke wijze zich boosteren. Ja, goed gebruik maken van vruchten, van fruit, beweging
en alles wat daarmee samenhangt. Dat hebben we geleerd uit de immuniteitsgeschiedenis der mensheid. Dus waarom gaan we deze dingen niet verder hanteren om verder te implementeren? Zodat de mensen dus, met name de ouder wordende mens, goed op poten worden gebracht. En daarom heb ik aangegeven dus dat we er moet eigenlijk een brede maatschappelijke discussie komen om onder meer de zaken die te maken hebben met dus de mens aan zich goed in kaart te kunnen brengen. En ik heb aangegeven bij het begin dat de verwachting is dat het virus nog lange tijd aanwezig zal zijn en onze gemoeden bezig zal houden. Wat we daarbij ook weten is dat we niet allemaal hetzelfde beeld hebben van een wenselijke toekomst van de volksgezondheid. Daarom stel ik voor om hierover brede maatschappelijke discussies te organiseren, zodat men inzicht krijgt in het fenomeen en de impact dit heeft op de verschillende sectoren van de samenleving. Nou, wil ik even gaan van dus de rol die de religie kan vervullen. Nou, het werken van de religie richt zich symbolisch gesproken op het versterken van de connectie tussen het individu en het andere, tussen kleine en grote samenlevingsverbanden. Religie richt zich ook tussen het tijdelijke en het eeuwige, tussen het natuurlijke en het goddelijke. Dat draagt tevens bij tot de regeneratie van de mens en maatschappij. Nou, er zijn, wanneer we dus vanuit religieoptiek een indruk zouden moeten maken van de samenleving van de wereld, dan kunnen we hebben mensen die dus religiegericht zijn en anderen niet religiegericht. Dus dan zou een nieuwe definitie moeten komen voor het fenomeen van religie. Maar wanneer religie in de betekenis alleen van God gedefinieerd wordt, dan is het voor de godsdienstgerichte religie. Maar wanneer het ook wordt gedefinieerd op het niveau van dus overstijgend, alles overstijgend, maar het heeft te maken met mens zijn en mensheidontwikkeling en de kwaliteit van het leven van de mens, dan heeft dus de religie een aanvullend of een bredere betekenis. De mens in het geheel. En wanneer sprake is van naaste liefde, is niet alleen iets van de kerk of van een godsdienst, religiegerichte organisaties, maar het heeft te maken met eenvoudigweg de sociale relaties tussen mensen, mensenliefde, naaste liefde. Is wel een term dat is ontleend in de godsdienstige kringen, maar het is een religieoverstijgende begrip. Dat wil zeggen het dienen van de mensheid en niet op het persoonlijk verwerven van bezit mag of moet. En in onze tijd, wanneer we kijken naar die pandemie, is vernieuwing heel hard nodig, want de omstandigheden waarin de mensen leven zijn veelal erbarmelijk, waar we nu in zijn hoor. Nog heel de dag heeft de mens te kampen met een strijd van bestaan, hongersnoden, epidemieën, oorlogen en zelfs analfabetisme. En door zijn dienkarakter, ja, kan de religie een fundamenteel en wezenlijke bijdrage leveren aan het helpen verheffen van de mens uit de greep van deze pandemie. Je hebt aangegeven van, dat we alle kennis moeten gebruiken. Ben je ook voorstander van die osadressies dan? Ja, zo'n kennis is ook een kennispakket. Dat is ook een kennis een bron. Ik bedoel, kijk, als we teruggaan, kijken we eens naar. Er zijn altijd twee zaken die te maken hebben met de mens. Er zijn relatieve aspecten en er zijn absolute aspecten. Ja? Bijvoorbeeld, als, om een voorbeeld te geven met relatieve en absolute. Als een kind geboren wordt, ja, als hij geboren wordt, dan is hij eerst een zuigeling. En daarna moet hij zo'n fase doormaken om te worden een volwassen persoon. Hij wordt niet van geboren een volwassen persoon. Het is een proces. Niet waar? Maar de wijze van geboren worden kan verschillend zijn. Het kan via keizersneden, maar het kan ook via de normale natuurlijke wijze plaatsvinden. Dat is wat ik noem een relatieve aanduiding. Dus wanneer het gaat over osteoporose, het is getoond en bewezen dat alle medicatie die de wereld ooit kent, is ontstaan. Dat leert de geschiedenis van medicijn, tenminste aspect van de geschiedenis van medicijnen. Dat komt van dus wat we noemen in natuurlijke wijze van genezing, of het er is, zo in de volksmond noemen. En dat is men zodanig gaan bewerken om te komen tot massaproductie, het maken van tabletten en dat van toestanden, om het besef op gang te brengen. Niet dus rondgezegd, osteoporose is een gebindende eis.
sterk voor om het te koesteren, zodat wij dus het proces van immuniteit van geboosterde gezondheidssysteem op pijn kunnen houden.